Yo mensen, ik ben Mark Door Dynasty en voor degenen die nieuw zijn op mijn kanaal, je zou het bijna vergeten, maar ja, ook ik open nice packs. En zoals je nu kunt zien, zijn er 100 K-packs. Nou kan ik er 10 van gaan openen, dat is ook wat ik ga doen. Als jullie vaker packs willen zien, kan ik me best voorstellen. Als er bijvoorbeeld special packs zijn en jullie willen dat zien, laat het dan vooral weten met een duimpje omhoog. Als er 1500 likes kanaal, zou het fucking chill zijn. Maar, ik ga dus deze packs openen en ik dacht van, mensen zeggen wel eens, Mark, heb je al een nieuwe bril? En ja, ik heb een nieuwe bril. Dit is namelijk mijn nieuwe bril. Gay! Ik moet zeggen, hij ziet er wel echt wel fucking geweldig uit. Vooral deze balkjes zijn heerlijk. Zodat ik heb hem letterlijk. Ik heb dit ding zo lang niet opgehad. Dat kan je niet zien, denk ik. Er zit stof aan de binnenkant. Dus in ieder geval, ik ga die packs gaan openen. Als de eerste pack gewoon goed zou zijn, of in ieder geval iets van een team of the tournament, dan zou dat fucking chill zijn. Dus ik laat hem gewoon draaien, weet je wel. Dat doe ik eigenlijk nooit. En. Ospina! Yes! En dan denk je, waarom ben je blij? Arsenal fan, jongens. Arsenal fan. Het transfer terapt. Oké, niet verkeerd voor een eerste pack. Oké, tweede pack wordt dus een neuspack. Ik hoop dat dit meewerkt. Oké, top, hij opent gelukkig. We zien wat dit wordt. Het zal 6 zijn als we nu iets krijgen. En Wesley Sneijder. Transfer Danilo, ben ik oprecht blij. Hey, transfer Depay en transfer Danilo. Oké. Ik wil hem heel graag gebruiken. Ik kan niet wachten tot hoe goed hij zal zijn volgend jaar. En natuurlijk de Pai. Ik ben heel erg blij voor hem. Oké, pakketje nummer 3 is. Holy shit. Ah, kut. Semi-hyped. Oké, maar hij is wel nice. Weet je, Man of the Match Isla. Een heel goede Serie A rechtsback om te hebben. En dan heb je natuurlijk nog Costa transferred. Khedira transferred. Uche transferred. Oké, niet verkeerd. Deze packs zijn best goed. Oké, we hebben er nog 2 te gaan, dus dat zou best wel leuk iets kunnen worden. Dat zou nog iets kunnen worden. Manuel Neuer. Oké. Kijk, zie, het is echt niet slecht tot nu toe. We hebben ook Predo transferred, Fabiano transferred en Santana. Santana is terug transferred. Oké, dit is best wel fucking sick tot nu toe. Oké, laatste 100k pack op dit account, dus ik ga niet kijken. Ik ga hem eerst laten spinnen. Dus hopelijk wacht ik lang genoeg. Oké. Transfert Fernandão als enige. En zit er nog iets bij dit duplik? Waarom vraag ik het überhaupt nog? Oké, nou ja. We stoppen die ene pickle in de club. En de rest is discard. Naar volgende account. Oké, tweede account. Voor de 100k packs. Ik ben benieuwd. Als dit gewoon gelijk weer iets wordt, dan word ik echt gek. Ik ga hem weer laten draaien. En dat wordt nu. Transfers. Positief blijven. Transfer Vieto, transfer Iraola en transfer Montoya. Dus. Positief. Oké, bij die tweede doen we een elleboogpack. Ook al ben ik hier veel te lomp voor. Ik heb armen alsof ik John van Beukering ben. Maar dat maakt niet uit, want ik ga hem laten spinnen. Als je hem laat spinnen, dan wordt het iets goeds. En dat zie je, want het wordt Ezequiel Garay. Oké, derde pack op dit account. Ik ga niet kijken, want ik heb het gevoel dat het nu echt iets wordt. Iets waarvan ik zo blij word, dat ik het gewoon weg zou willen geven. Maar dat ik niet doe, omdat dit account zeg maar te veel goede spelers heeft. Oké. Dit gezicht is hoe teleurstelling eruit ziet. Oké, één naar laatste 100k pack is dit. Dus het god zij de prezen dat er iets goeds in zit. Natuurlijk niet. Maar we hebben wel transferred Mandzukic. En transferred Gakpe. Transferred Richards. En terug transferred Campbell. Yippie. Oké, laatste pack. Gervinho Gode, wees met mij. Laat dit iets goeds zijn, alsjeblieft. Waar verdien ik dit dan? Lord Bentner. Ja. Dit just happened. Maar overall waren ze nog best wel goed. Ik kan natuurlijk met de match Isla. Inform Ospina. Ik had Neuer. Dus dikke prima. Ik dank jullie voor het kijken. Als jullie meer packs willen kunnen overzien, laat het dan weten via een like. En ja, ik zie jullie later. Ciao.